Zoals jullie kunnen zien, ga ik dit lekker maken. Wel eens met jullie, want ik heb het nog nooit gehad en nooit gemaakt. Ja, het is ons gelukt, tante Vrouwje. Het is al helemaal lekker bruin geworden. Lekker stevig. Ziet er goed uit. Nou, zoals jullie kunnen zien, ga ik dit lekker maken. Maar wel eens met jullie, want ik heb het nog nooit gehad en nooit gemaakt. Dus ik zou zeggen, kijken jullie met me mee, Bella. Nou, het is dus kaas hier. Ja, wat is het, schat? Keizersmarren. Ja, nog wat. Dat komt uit Oostenrijk, heb ik me laten vertellen. Nou, hoe maak je het? Meng met een garde de inhoud van deze verpakking met 250 ml koud water in een grote kom tot een glad beslag. Hey, hoe toevallig heb ik hier een kom. Ja. En dan 250 ml. Even kijken. Ja, 250. Laat maar even. Ik pak zo wel even. Zo, dan gaan we dus even helemaal 250 pakken. Moet wel dus koud wezen. Koud. Dat is wel lekker. Zo, dan gaan we even controleren. Als het water... Nou moet er een stukje uit, want ik heb namelijk de helft extra. Dat is een idee. Maakt niet uit. Dan doen we het gewoon even. Zo, gaan we weer kijken. Hey, helemaal perfect. Ja, top. Dan verhit 1 eetlepel boter of margarine in een grote koekenpan. En schenk het beslag erin. Bak het beslag op middelhoog vuur. In circa 4 minuten aan één kant goudbruin. Nou, dat gaan we zeker zo meteen doen. Verdeel het geheel met een spatel in vieren en een keer de kwarten om. Bak vervolgens ook de andere kant in circa 3 minuten goudbruin. Nou, gaan we doen. We gaan bak en braad pakken. Ja, bakkie en braadje. Dan gaan we hier een mooi aansteker pakken. Let nog niet op mijn wassenaars. Die moeten we inderdaad gaan schoonmaken. Nog niet zoveel voorzien in gehad. Zo. En ik doe alvast dit erin. Lekker scheetjes water, jongens. Hebben jullie er ook zo'n lekker zin in? Scheetjes water. Ik wil. Kijk. Lekker scheetjes water. Nou, dat gaan we eventjes verhitten. En dan gaan we dit zo meteen erin doen. Nou. En nu even wachten tot het beslag ook aan de bovenkant helemaal droog is. Zodat ik hem zo meteen lekker even om kan scheppen en dan in parten gaan delen. Aha. Dus dan heb ik toch zo meteen eventjes een bord voor nodig en alles. Dan kan ik het weer mooi omkiepen in plaats dat mijn spatel, die ga ik sowieso gebruiken, mijn spatel. Maar toch eventjes dat het netjes is. Want kijk, het beslag is aardig aan het opdrogen. En ik ga mijn spatel pakken. Mijn spateltje. Ja, het is ons gelukt, tante Vrouwje. Het is al helemaal lekker bruin geworden. Lekker stevig. Ziet er goed uit, alvast. Hoop ik. Nog een beetje nattig onder, volgens mij. Dikke pannenkoek. Is het luchtig of wat?
Ja, ze is heel luchtig. Oké. Okay. En deze laten we eventjes een beetje doorbakken op zacht vuur. En dan zien we het zo meteen als we ons bord hebben.